William Rutte staat momenteel voor een uitdagende periode, gekenmerkt door verdriet en het nemen van afscheid. Op Instagram deelde de bekende fotograaf en jurylid van het perfecte plaatje, William Rutte, een hartverscheurende boodschap met zijn volgers. In deze moeilijke tijd heeft hij afscheid moeten nemen van zijn schoonvader. In een emotionele post deelde Rutte het droeve nieuws, vergezeld van een aangrijpende foto waarop zijn twee zoons te zien zijn met hun opa. Onder deze ontroerende afbeelding schreef hij, rustzacht, Lieve opa, vader en schoonvader. Eigenwijs tot het einde, je zult enorm gemist worden. De post trok een golf van steunbetuigingen, waarbij condolenceberichten van fans, vrienden en bekende Nederlanders binnenstroomden. Chantal Jansen deelde haar medeleven met de woorden: Gecondoleerd voor jullie allemaal. Kim Kutte reageerde met: Wat een prachtige herinnering is deze foto! Kippenvel. Danny de Munk voegde eraan toe: Gecondoleerd en veel sterkte. De reacties op William Ruttens post getuigen van een gemeenschap die samenkomt om troost en steun te bieden in een tijd van rouw. Het delen van herinneringen en het uiten van medeleven benadrukt de kracht van verbondenheid, zelfs in momenten van verdriet en verlies. De prachtige herinneringen aan zijn schoonvader zullen ongetwijfeld een blijvende bron van troost zijn voor William Rutte en zijn gezin in deze zware periode.